Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze extra video. Wij gaan de 100 Chicken Nuggets Challenge doen. We hebben zo 10 minuten en dan gaan we kijken wie er de meeste kipnuggets op heeft. En we gaan beginnen. Ja, even wachten. Ga ik hem aanzetten. Ik heb een timer hier, die ga ik aanzetten. Wil jij aftellen? Mag je zeggen 3, 2, 1. 3, 2, 1 en start. Kom, we zullen beginnen. Ja, dan gaan we kijken wie er het meeste op heeft na 10 minuten. Oh, sorry. Dat doen we zo wel. Oh, oké. Benieuwd of ze daar nog lekker vinden. Nu wel. En dat heb ik nog niet verteld. Wij tellen Kitty en ik allebei 1 punt per kipnugget. Maar omdat zij dat anders niet bij kan halen, krijgt zij per kipnugget die op is 2 punten. Hier zitten 20, denk ik nog, dat eerste doosje. Ja? Zo stoer zijn ze nog maar allemaal op te leggen. Ja, die zou ook mee willen doen. Nee, meer op. Ik ga ze allemaal op. Oh, jij hebt ook nog van de sausjes. Ze hebben echt veel sausjes. Ik denk dat je daar geen nugget meer moet zien. Ik denk al een jaar geen nuggets meer op Tina. Je maakt een lekker boekje, dat kan zo. Bijna afgevuurd. Gelukkig hebben we wat gezien. Mm-hmm. Bijna de eerste 10 op. Veel sneller te werken. Stel dat je 10 minuten. Ja, die Amerikaanse eetwedstrijd. De bier ook nog een je neemt het serieus, hè? Je gaat echt hard, jij. Jij neemt een slokje water even tussendoor. Luister aan. Ik wil wel dat het goed gaat met jou. Ik denk dat ik mijn eerste play wel leeg ga krijgen. Ja? De hele doos, denk je? Ja. Maar ik denk het ook wel. Ja, maar ik begin nu zeg maar een beetje. Ja, gaat wel heel goed hoor. Ik vind het echt bizar. Wel goed koud slikken. Misschien als ik wel 2 dozen leeg heb, dat ik wel een hele dikke buik heb. Ik denk niet dat je 2 dozen leeg hebt, wat? We hebben nog maar iets onder de 3 minuten. Ik merk dat het steeds langzamer. Mama heeft al 2 en jij? Ik heb er nog 2 erin. Ik heb het gelijk. Nou, maar ik denk dat je dochter. Is dit goed? Nee, ik ben het niet. Je doet het echt heel goed. Ja. En jij krijgt dubbele punten. Ja. Ja. Nou, wat zwaar nu, hè? Zo. Is dit
jongen zo snel kost. Ik heb echt geen zin meer. Nee, als je niet meer wil, mag je altijd stoppen, hè? Ja, stop wel. Nee, ben je het echt al heel veel. Nee, dat moet winnen. Ik heb een bijna een hele halve doosje. Oké, ik ga proberen om het even te kijken. Kom, we hebben nog 45 seconden. Ja. Kom maar, ik zie het aan je. Dat het aan je gezichtje ziet dat het niet verstandig is als jij door gaat eten. Nee, dan gaat ze echt overeten. Nou, ik ga maar die 5 seconden ook niet eens meer proberen. Oh, ik ben er! Ik heb er 20. Tijd! Ja, maar het kan zijn dat jij en Sarah gelijk spel hebben. Want ze hebben er nog eentje gegeten. Ik heb er toch nog eentje opgegeten? Nou, dat was naar jouw doosje? Die. Dan gaan we eens kijken hoeveel er nog in zitten. 2, 4, 6, 8, 9. Dan heb je er 11 op. Nee, echt niet. En dan heb jij 22 punten. 20. Jij hebt er 20. En ik even kijken hoeveel volgens ik er aan heb. Volgens mij had jij er ook 2 extra gegeten. Voor mij ook 2. Dus ja. Volgens mij staan wij gelijk. 1, 2... 3. Nog een kipnugget challenge. Ik kan echt niet meer. Ik heb 23 op. Mama heeft eentje met 1 punt meer. Ik heb gewonnen. 23 nuggets in 10 minuten. Zij heeft er 11 op, dus die heeft 22 punten. En Kitty heeft 20 op, dus die heeft 20 punten. Ik vind trouwens dat we het allemaal gewoon echt al heel goed hebben gedaan. Ik heb het ook gewoon best echt gedaan. Want ja, vind ik ook. Ik vind jou ook. Super. Ik heb gewoon ook nog een doos beleefd eten. Wil je nog een doos beleefd eten? Ja. Oh. Dus ik moet zeggen, ik dacht van tevoren van nou, dat doen we wel. En ik eet wel 2 bakken leeg. Dat valt echt vies tegen als je het aan het doen bent. Want het is echt wel meer dan dat je denkt. Zo, echt. Ja, jij zit ook echt volgens mij heel erg vol. Ik zit echt vol. Ja, ik ook. Ik voel hem echt tot hier zitten, geloof ik. Bedankt voor het kijken. Abonneer je nog even als je dat niet hebt gedaan. En laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. En dan zien we jullie de volgende vlogvideo. Doei!